Het gaat fantastisch. En ik had het niet zonder mijn Suus gekend. Stond hier vroeger niet ergens een restaurant in de buurt? En daar gaat onze fooi. En daar gaan mijn ouders. Waar is Num-Nums? Hoe is het gebeurd? Jongens, het restaurant heet Chez Pimpelmoes en niet Chez Lucht. Diep ademhalen. Wanhopen heeft geen zin. Hè? Ik hoor niemand schreeuwen. Waarschijnlijk omdat ze te bang zijn om te schreeuwen. Sorry, niet wanhopen. Of ze hebben het nog niet door. Misschien kunnen we ze redden voordat ze in de gaten krijgen wat er is gebeurd. En als we het dan vertellen, dan lachen ze keihard. Ik bedoel... Dit is erg. Ik heb een idee dat misschien wel werkt, maar... Het is nog nooit getest. Hoe weten jullie dat? Oh! Wat hoor ik daar? Daar! Ik heb de afstand uitgerekend, de snelheid en de hoek van het kasteel. En we hebben maar één schot. We moeten wel snel zijn. Ze gaan steeds hoger. Dus, wie gaat het doen? Misschien moet de persoon gaan die hier schuldig aan is. Frankie, daar pas jij toch nooit in? Oké, tuurlijk. Ik ga wel. Niet vergeten, Chung. Als je bij het kasteel bent, laat je er steeds een beetje bij beetje lucht uit, zodat je langzaam en veilig neerdaalt. Begrepen. Beetje bij beetje lucht. Nee. Stil nou maar. Het komt echt wel weer goed. Daar lijkt het anders niet op. Zie het maar als een heel groot avontuur. Er komt een soort kanonskogel recht op ons af. Ik bedoel, is het niet enig? Zal ik jullie redden! Phew. Ik ben er. Jullie hebben je bammetjes amper aangeraakt. Daar hebben we vreselijk hard aan gewerkt. En? Hij heeft het op. Goed gedaan, Chuck. Oké dan. Gewoon beetje bij beetje wat licht eruit en alles komt weer goed. Niet goed! Niet goed! Wat? Maar dan gaat het helemaal fout. Ja, daar begint het op te lijken. We moeten erachteraan. Op de fiets. Chuck, hou de ding tegen. Doe ik. Geniet maar van je maaltijd. Hoe dan? Dat wil je echt niet weten. Ik vraag me af of dennenbomen sprinkelstenen lek prikken. Oh, nee, 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 nee. Het moest per se een sprinkelsteel zijn. Wat kan er misgaan? Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Maar ik heb geen punt meer. Nog een klein stukje verder. Daar is een open veld. En een stekelvarken. Auw! Dat veld is zo puntig. Yeah. Jullie zijn er. We waren zo bezorgd. De held uithangen maakt hongerig. Tijd voor een picknick.